prijzen van de producten van de melkcentrale zijn vanaf vandaag verhoogd. Onder meer is een liter melk verhoogd van 5 SRD75 naar 6 SRD25. Ook de luxe producten zoals yoghurt, vla en de verschillende papsoorten zijn duurder geworden. Volgens directeur Deelkumar Sitaram was het bedrijf genoodzaakt zijn producten te verhogen, omdat door de financieel-economische situatie in Suriname rauwe melk, grondstoffen en transport duurder zijn geworden. De opkoopprijs van rauwe melk is volgens hem ook vanaf vandaag aangepast. In principe moest de melkcentrale haar prijzen sinds eind vorig jaar hebben aangepast. Maar op basis van voorraden die wij hadden en onze verantwoordelijkheid naar de samenleving toe, hebben we geprobeerd om die prijzen aan te houden zo lang als mogelijk. Wat ook is gaan spelen is dat de rauwmelkleverancier ook niet uitkwamen met de prijzen. En simultaan moesten de prijzen vandaag van zowel de consumentenprijs als de prijs van onze belangrijke grondstof, de rauwe melk, per vandaag gecorrigeerd worden. Is het gelukt nu om ook een overeenstemming te bereiken met de melkboeren, dat ze ook wat meer krijgen voor hun rauwe melk? De melkboeren kregen een hogere prijs. Ik praat vanavond verder met de melkboeren daaromtrend. Lukt het om de centrale draaiende te houden onder deze economische omstandigheden? Het lukt ons aardig, middels steeds efficiënter te gaan werken. Lukt het ons op de een of andere manier om, ondanks we sinds 2006 niet meer gesubsidieerd worden, om toch nog de tender einde te houden. Ja. Sitaram zegt dat de melkcentrale tot juli-augustus 2006 een koerssubsidie kreeg om de prijs op een bepaald niveau te kunnen houden. Daarna is het afgeschaft en moest het bedrijf zichzelf draaiende weten te houden, geeft hij verder aan. Op een gegeven moment, met uitgeven van meerdere vergunningen aan meerdere verwerkers, was een van de vereisten op dat moment dat op tafel was gezet, dus dat er gereken concurrentieveld zou zijn voor alle verwerkers. En op basis daarvan is zeg maar die subsidie toen afgeschaft. En dat was de bedoeling dat alle verwerkers zeg maar rauwe melk zouden opkopen sinds die datum. Jammer genoeg is daarvan niet veel terechtgekomen. Die subsidie is wel afgeschaft en de rauwe melk wordt vooralsnog nog opgekocht en verwerkt door de melkcentrale. Voor de komende periode, wat kan de consument verwachten? Gaat eventjes de prijs zo blijven en voor de rest wordt de kwaliteit ook gegarandeerd? De melkcentrale is ISO 22000 gecertificeerd. De kwaliteit blijft wat men gewend is van ons. Wat de prijzen betreft, als er op gebied van kosten de prijzen min of meer op hetzelfde niveau blijven, dan hoeft men niet te vrezen dat er weer prijsverhogingen komen. Directeur Deelkumar Sitaram van de melkcentrale. De prijzen van de producten van de melkcentrale zijn vanaf vandaag verhoogd. Zo is een liter melk verhoogd van SRD 5,75 naar SRD 6,25.